Ik ga tering slecht, grap. Ja, die van jou gaat nu hard, hè? Die van mij gaat nu fucking hard. Ik heb het gevoel dat die zo hard ging als die van jou net. Ja. Oh, dit is niet chill. Nee, het doet echt pijn, man. Dit is echt zoveel relaxer dan het net was. Ja. Welkom bij Nieuwsgierige Gasten. Vandaag zijn we benieuwd hoe het is om gemarteld te worden. Door middel van de Chinese druppeldood. Ja, dat blijkt een van de meest heftige en gruwelijke doden te zijn en martelingstechnieken zijn die er is. Maar wij vinden hem nogal lafjes klinken, want het is in principe is het gewoon wat druppeltjes koud water op je hoofd laten vallen. Ja. Klinkt als peanuts. Maar goed, wij gaan het ondervinden vandaag. Ja, en voordat we dat gaan doen, gaan we naar het Torture Museum, want hier weten ze daar alles vanaf. Dit is een serieuze piece. De spijkerbank. Ga er eens op liggen. Ja, maar Joost, er zitten hier allemaal gaten in je rug. Nee joh, hoe kan jij zo meteen nou zeggen dat die druppelmarteling verschrikkelijk is als je het niet kan vergelijken met de andere marteling? Iemand moet het doen voor de wetenschap. Daar ben je mee eens, toch? Ja, daar ben ik mee eens. Steenpuur schaar. Kut, dit is zo lekker. Nou, neem plaats. Dit is helemaal hier niet voor gemaakt, maar je moet het wel kunnen vergelijken. Oh, tyfus. Auw. Dat doet ze ook. Oh, nee. Nee, dit is... Oké, okay, even op schaal van 1 tot 10. Hoe erg voel je gemarteld? Ja, toch wel een 8. Een serieuze 8? Ja, serieuze 8. Ik kan wel weinig hebben. Ja, er zijn wel hele gruwelijke marteltechnieken waren daar binnen. Alleen, we weten nog helemaal niks van die druppeldood. Die was er ook niet binnen. Nee. Maar de expert hier, de martel-expert, die kan ons daar veel meer over vertellen. Mijn naam is Igal, ik werk in het Torture Museum. Hoe gaat de druppelmarteling nou een beetje in zijn werk? Het is eigenlijk heel simpel. Je zit in een stoel of je wordt ergens neergelegd en er wordt heel langzaam water op je hoofd gedruppeld. Ja. En dat heeft gewoon een heel naar geestelijk effect op je. Maar na een paar dagen begin je heftig onderkoeld te raken en je wordt er ook gek van. En als dat je niet dood, dan wil je zelf dood. Het is gewoon heel heftig. Wij denken dus dat het wel meevalt, maar als hij het zegt, dan hebben we een serieuze marteling voor onze kiezen, man. Ik ben wel een stukje wijzer geworden, namelijk, ik wil dit niet meer. Nee, ik ben inderdaad ook vooral een stukje zenuwachtiger geworden. Ja, toch? Ja. Op naar de locatie. Ik ben wel benieuwd, man, hoe lang wij dit vol gaan houden. Ja, ik denk wel een paar uurtjes, toch? Ik verwacht wel een paar uurtjes, ja. Ik denk dat hier het water in moet, toch? Hier komt het ijswater in, er zit een gaatje aan de onderkant. Ik denk dat wij hier gewoon tussen moeten liggen en dan worden we vastgebonden. We hebben allebei zo'n apparaatje op ons vinger gekregen. Dat klopt. Daarop staat wat onze hartslag is. Ja, we hebben een apart temperatuurmetertje. Dat we niet onderkoeld raken. Want als je lichaam onder de 36 graden komt, dan wordt het echt gevaarlijk. Ja. Dus we moeten af en toe eventjes gecheckt worden. We zijn echt net begonnen. Ik word nu al... Het is echt koud, man, dat water. Ik mis wel een soort van startschot. Paf. Oké. Okay. Ah, kut. Hij begint ook gelijk. Ah. Hij trapt bij jou vet hard. Oh, ik zie dat. Dit is een kut. Oké, Bram. Ja. We zijn het even snel medisch gecontroleerd. Jouw hartslag is 86. Dat is volgens mij goed. 100 zuurstof stond erbij. Dat is ook prima. Ja. En jij bent 38 graden. En ik ben 36,4 graden. Dat is bijna gevaarlijk. Ja, 68 hartslag en ook 100 zuurstof. Dus ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet over een half uurtje. Weet je wat ik ook had gelezen? Dat is af en toe ook pissen in die emmers. Ah ja. Zou ik ook slecht op gaan. Dat is grappig. Dat heb ik toevallig in jouw emmer gedaan. 2 seconds later. Ik ga tering slecht, grap. Ja, die van jou gaat nu hard, hè? Die van mij gaat nu fucking hard. Ik heb het gevoel dat die zo hard ging als die van jou net. Ja. Oh, dit is niet chill. Nee, het doet echt pijn, man. Dit is echt zoveel relaxer dan het net was. Ja, maar je raakt er op een gegeven moment wel aan gewend. Oh, wat zou ik graag hier willen opstaan en weglopen? In principe kan dat, hè? Ja, dan geef ik op. Ja, maar waar werken we dan naartoe? Dat jij opgeeft. Kijk, vroeg of laat moet ik wel gewoon mijn kind van de crash ophalen, dus... Als je tot die tijd volhoudt, win je. Bram, ik hoor net dat we 1,5 uur onderweg zijn. Ja. Ik moet je zeggen, die druppels die gaan wel weer een stukje beter af. Ja? Ja. Hoe gaat het daar? Als ik met jou aan het kletsen ben, dan kan ik dan... meer last van heb, omdat ik ook meer met die druppels bezig ben en met de omgeving. En als ik gewoon
ga mediteren, dan ga ik op zich best prima. Mediteer jij in het echt ook vaak? Ja, man. Na het rukken. Ik vind ook dat zeg maar, Jeroen Holtrop zich fucking hard heeft aangesteld. Ja, ik ben een beetje doorheen geskipt. Ja. En ik wilde wel dus zien hoe het is als hij er dan lang onder zit. Dus ik heb het einde van de video gezien. Ja. En in het einde van de video zie je wel gewoon dat hij echt aan het gillen is. En ik kan niet meer. Oh, oh. Ik wil niet meer, ik wil niet meer. Ja, nou dat ervaar ik dus echt niet. Nee. Jeroen Holtrop heeft het 58 minuten volgehouden, Bram. Jezus. Die gozer lag te gillen in zijn video. Hè? Ja. Ah, oh. Dan ben je wel echt een aanstaan. Dat is wel overdreven, man. Ja, man. Dat is echt, zo heftig is dat niet. Nee, nee, dat heeft hij sowieso gewoon wel gedaan voor de views of zo. Ja. Ah! 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 Zo ging dat. Ja. Dat is echt zwaar overdreven. Ja. De rollen zijn omgedraaid. Waar je aan het begin prima lag en het water kut was, lig je nu helemaal kut. Ja. En is het water vrij prima geworden. Ja. Ik ben dus wel benieuwd, aangezien ik deze kou ervaar, wat de temperatuur nu is voor mij. Is jouw temperatuur gezakt, Bram? Ja, mijn temperatuur is gezakt. Wat is het nu? 36,7. Fuck, ik ben ook wel benieuwd naar mijne. En ik mag niet onder die 36 komen. Hé, mijn temperatuur is nu 35,8. I'm in the danger zone, man. Hey, Bram. Ja? Ik denk dat ik wel een conclusie kan trekken voor mezelf. Ja? Dus je gaat opgeven? Ja. Lekker, man. En weet je wat de grap is? Ja? Het voelt dus niet meer als opgeven. Wat? Omdat ik het fucking 2 keer zo lang heb volgehouden dan Jeroen Holtrop. Paté! Oh, ik ben wel blij dat het me ook al wel op zit. Ja? Ja, het was ook wel ergens vrij nutteloos. Holy shit! Ja? Ja, het was voor jou veel heftiger. Ik ben zeiknat. Maat! Zo nat ben ik niet, toch? Nee. Maar je hebt echt zo'n hele rode plek. Voel je die plek ook echt? Want het is echt rood. Kunnen kijkers het ook zien? Nou, het is niet dat het nu nog brandt, maar ik voel me niet. Ik voel me oprecht niet zo chill gewoon. Je zei net dat je een beetje ziek is voelde. Ja. Heb je dat nu nog steeds? Ja, gewoon. Ja, inderdaad. Een beetje ziekjes, gewoon zwak. Nee, ik voel me eigenlijk wel goed. Ja? Ja. We waren nieuwsgierig naar de druppelmarteling. Ja. Wat vonden we ervan? Die is kut. Maar het is niet super heftig. Als je gaat bedenken dat je hier een paar dagen ligt. Je niet kan slapen van die druppel op je hoofd, je hoofd helemaal week wordt, dan word je gek natuurlijk. Ja. Maar goed, even eindconclusie, even kort. Het valt mee. Het valt mee, inderdaad. Toch, voor deze periode valt het mee. Ja. Volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe nieuwsgierige video. Ga die zeker checken en dan zien we je dan later.